Vandaag 3 september, een jubileum in Wezep. 40 jaar bestaan van de zwemvereniging hier in Wezep. Erik Scholten, de voorzitter, en Jan Oosterbroek, wel bekend ook met het loco. Erik, ja, 40 jaar allereerst van harte gefeliciteerd met dit jubileum. En we zijn weer op de warmste dag van het jaar, ja, volgens mij. Mooier kunnen we het niet krijgen, hè? Nee. Kijk, het water is nat en de zon is droog, dus feest gaan we doen. Ja. Hè? Ja. Ik zie hier achter jou een toptrainer. Ja, dat is een toptrainer. Dat is Titus Manning. Die komt te trainen vandaag en die geeft een clinic aan onze jeugd. Nou, geweldig kunnen we niet krijgen. Moest kijken hoeveel mensen er in het bad zitten. We hebben zelf nog nooit zoveel mensen gelijktijdig in die banen gehad. Dus het kan allemaal. Dus we zien dat het ook hier in Wezep kan. Ja. Hey? En dat betekent dus dat de vereniging leeft. De vereniging is geweldig. In één woord. Alle goede woorden van fantastisch, perfect. Alles is gewoon mooi. Van klein tot groot. Ze zijn gepromoveerd dit jaar, dus nou, het kan niet beter. Ja. En alles ook dankz deze man hoor, die hier zit naast mij. Ja. Ik ben benieuwd dat hij ook niet alleen. Nee, we zien hem regelmatig op de loco. 40 jaar zwemvereniging. Wat kun je in het kort vertellen hoe het allemaal zo'n beetje begonnen is? Hè? En waar, ook hier? Ja. Het is op deze plek begonnen, in het oude zwembad wat we toen hadden. Ja, door een badmeester, Drent, en nog wat vrijgezellen heren die erbij zijn gekomen. Er zit nog één iemand in het bestuur die er toen ook bij was. Wel niet direct in het bestuur, maar wel vanaf het begin. Dat is mevrouw Brink. En nou ja, je weet, we hebben hier de brand gehad. Toen moesten we uitwijken naar Hattem. En sinds dat we daar uit zijn geweken, hebben we dus een samenwerkingsverband met Hattem, met de waterpolo. Nou, en dat loopt ook nog steeds. Dus hier trainen ze en spelen, of nee, laat ik zo zeggen, ze trainen in Hattem. En hier spelen ze de wedstrijden. Nou, en wij trainen hier. Dus dat is gewoon fantastisch. Ja. Wat voor activiteiten staan er op het spel? Nou, vanmiddag is het jeugd, die hebben zelf activiteiten gemaakt. Ze hebben 6 of 7 spelletjes gedaan. Die dus ook beoordeeld worden door de hoeveelheid, hoe vaak ze daar bepaalde dingen gedaan hebben. Nou ja, en je ziet wel, je bent zelf wel aardig te zweten hier. Ik ook. Maar het is warm hier en het water is gelukkig wat minder warm. En heerlijk om te doen, dus ja, nou, dat kan niet beter. En daar zit natuurlijk wat prijsjes aan vast. Nou, ja. We maken er één gewoon een gezellige dag van. En vanavond hebben we de barbecue bij het Slesgebouw en vanmiddag nog een kleine receptie tussendoor. Ja. Dus we zijn hartstikke druk. Ja, het is tijd dat verderop moet, anders was je er zo lineairect achter je al ingestoken. Ja, goed. Erik, jij alvast bedankt voor je gesprek. Ga verder met de dingen die je nog moet doen en heel veel succes met de club. Hartstikke fijn, alvast bedankt. Ja. Goed. Ja. En deze man daar ontkomen was, Jan, regelmatig bij de local radio in uitzending. Ja, Jan, ik heb niet zoveel verstand van zwemmen, maar ze zwemmen mooi. Ja, het is als ik hier nu zie, ik heb er ruim 40 geteld. Waarvan een stuk of 15 recreanten die er zelfs mee gaan. En Titus met een aanspreekbare naam natuurlijk. Dat willen ze wel, hè. Dat is voor de club ook heel goed. Ja, Jan, Erik zei het al, de vereniging leeft. We zien achter hier weer verschillende jongens en meisjes en dames en heren in het zwembad liggen. Zwemvereniging scoort gewoon goed. Nieuwe seizoen. Nieuwe seizoen, promotie naar de Gelderse A-competitie. Ik hoop dat we ons kunnen handhaven. Daar ga ik in ieder geval voor. En 10 jaar geleden zijn we ook gepromoveerd naar de A. Dat jaar erop naar de landelijke C-competitie. In de landelijke competitie. En daar ga ik dit jaar daar eigenlijk ook voor. Ik heb de ploeg hou ik goed in evenwicht. Ik heb de hele ploeg bezet. Dus wel de nodige ambitie natuurlijk. Het staat weer een heel mooi seizoen te wachten voor de zwemvereniging Noord-Veluwe. Jan, ik wil je bedanken en een hele fijne dag vandaag hier. En misschien nog een laatste woord? Ja, ik wil jullie ook graag bedanken voor de 15 jaar dat we samengewerkt hebben. En ik hoop dat het nog heel veel jaren zomaar doorgaat. Goed, en op loco ben ik binnenkort weer te horen. Dus Jan, succes. Ja, dankjewel hè.